In de vrije uurtjes gaan sommige spelers van Vitesse, zoals Prupper en Van Ginkel, wel eens naar de naastgelegen golfbaan om een balletje te slaan. Merab Jordania had andere plannen tijdens zijn vrije uurtje. Hij organiseerde een voetbalwedstrijd tussen Georgië en Nederland. Bij Nederland speelden sponsors, supporters en enkele werknemers van Vitesse mee. 5 in de field. Plus 1 goalkeeper, 6 against 6. 1 win, 3, 4. 1 is coming. 1 is coming. Oké. Okay. We spelen 6 tegen 6. Wil je mijn ring even bij jou? Resultaat geen wakker. Lijkt me beter. Weet je wat ik ga tegenwoordig opbrengen? Ja. Dit is Revas Arveladze, de oudere broer van Shota. Deed mee in de ploeg van Jordania. En Jordania liet zien het voetballen nog niet verleerd te zijn. Mooie goal. En Georgië was 2 maatjes te groot in die eerste helft voor Nederland. Hier Levan Jordania, de zoon van Merab, scoort ook. En het wordt nog erger in die eerste helft, want het wordt 6-0. Niet best dus. Ja, best slecht. Misschien wel hier op de kant. Ging niet echt. Door het veld of van? De verdediging. En de keeper. Nu wel, die 5. Maar in die tweede helft een heel ander beeld met wat harder spel. Enkele doelpunten ook voor Nederland, zoals deze. En even later ook deze. En met wat aanmoedigingen vanaf de zijkant. Ja! En afval te fluiten, man. Werd het uiteindelijk nog 9-9. Ik zei 9-9. Congratulations. Congratulations. It was a nice day. Half time was 6-7-0. So everything is clear. But it was really very good. We play football against each other. Against my friends from Holland in my team was friends from Georgia, so it was big fun.